ernaast zit. Jij bent een van de 5 mensen die volgend jaar aan Eurosong 2016 gaat deelnemen. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Astrid, ik ben 23 jaar, ik kom van Mechelen. Ik ben iemand dat heel intens bezig is met muziek. Ik werk zelf in de verkoop en ik ben daarbuiten constant bezig met muziek. Daarom vind ik het heel leuk om aan dit project mee te doen. Jij hebt al eens iets met talentenjachten gedaan, hè? Ja, ik heb ooit meegedaan met mijn zus aan Belgium's Got Talent. We hebben toen samen gezongen en op de gitaar gespeeld. En hoe is dat afgelopen? Goed. Het was tot in de liveshows eigenlijk. Maar daarna, het was ook met stemmen en iedereen was een heel diverse act. Dus dat is een beetje een gok, hè. Wat betekent Eurosong voor jou? Eurosong, dat is voor mij nu een heel spannend verhaal. Ik ben heel blij dat ze mij hebben uitgekozen om daaraan mee te doen. Ik kijk daar ook heel erg naar uit. Dus ja, ik ben heel spannend. Ik ben vooral benieuwd, maar ik heb er heel veel zin in. Wat voor nummer zou jij het liefst brengen op het podium? Het liefst zou ik een nummer willen brengen dat heel dicht bij mezelf staat, qua genre, qua stijl. En zoals dat we daarnet hebben gezegd, is er nog niet echt een song voor niemand van ons. Zijn we daar heel hard mee bezig. Maar het zal bij mij zeker iets rustig zijn. Misschien op de piano en heel sfeervol. Ja. Je hebt maandenlang moeten zwijgen tegen heel wat mensen. Tegen hoeveel mensen heb je het toch verteld? Eigenlijk helemaal niet tegen zoveel, enkel ja, naast de familie, maar voor de rest hebben we dat goed geheim gehouden. Ja. En hoe reageerde die familie? Ja, super. Iedereen is heel blij dat ik hier aan ga meedoen, dat ik die kans krijg. En iedereen steunt mij ook volop en is mee met het verhaal. Ja. Ken je al een woordje Zweeds ondertussen? Goh, nee. Maar tegen dan gaan we dat wel, zullen we zien, moesten we naar Stockholm gaan, dan gaat er zeker iets in het Zweeds kunnen uitkomen. Ja.